Omdat Groningtas de vierde is geworden in de eerste klasse, speelt het na competitie voor promotie naar de hoofdklasse. In de eerste ronde is Germania uit Groesbeek de tegenstander. Afgelopen donderdag wonnen de in het groen spelende Groningers de wedstrijd al met 3-1. Zelfs met een kleine nederlaag kon Groningtas gistermiddag de volgende ronde bereiken. Na 14 minuten voetbal levert Ramalho in bij Hubbers. Gijs Diebels zet een 1-2 op met Van Hees en krult de bal prachtig binnen voor de 0-1. Het gaat dus nog een echte wedstrijd worden op Sportpark Corpus den Hoorn. Na een half uur spelen laat ook Groningtas van zich horen. Holder opent op Wessels, die na een goede actie weer teruglegt op Holder. Maar zijn inzet op open doel is te zwak. Holder mist een niet te missen kans. Kort daarna stuurt Rozema de rechtsbuiten Tim Velten diep. Die heeft alle tijd om een medespeler voor het doel te zoeken. Hij vindt Wessels bij de tweede paal. Die kopt 1-1 binnen. Deze gelijke stand lijkt de ruststand te worden. Maar de thuisploeg zet nog één keer aan. Wessels bal vast, slim paasje op Tennekes. En daar gebeurt helemaal niets. Toch krijgt Groningtas een strafschop. In Groesbeek schoot Vellinga al een makkelijk gegeven strafschop raak. En ook deze benut hij feilloos. 2-1 op slag van rust. De tactiek van Germania na de hervatting is het bekende alles of niets spelletje met direct een kans voor Hubbers. Maar zijn poging gaat naast. Dat was al een serieuze waarschuwing en niet veel later is het toch 2-2. De centrale verdediger van de Homberg kopt raak uit een vrije trap. En Germania zet door, want Groningtas wankelt. Jans met de voorzet. Die wordt niet goed verwerkt en Van Hees krijgt de kans. Hij kopt de 2-3 over Koopmans. Het begint er nu echt hachelijk uit te zien voor de ploeg van Vlap. De gezichten op de bank zien er bezorgd uit. Hoekschop van Goedhart in de 63ste minuut. Tennekes kopt, maar niet op doel. Germania kan uitverdedigen, maar doet het heel slecht. Velten pakt de bal op en haalt vernietigend uit. Hij scoort op een belangrijk moment de 3-3. Dit moet vertrouwen geven. En bij de tegenstander verdwijnt het geloof in een goede afloop. Weer levert een van de achterhoedenspelers zomaar de bal in. Spekke profiteert en schiet dankbaar de 4-3 tegen de touwen. Germania krijgt nog wel een kans als de scheidsrechter hierin een overtreding van Mollink ziet. Een vrije trap dus op een kansrijke positie. Fransman schiet over de grond. Dat is een makkelijke prooi voor Koopmans. Goedhart opent op rechts. Opgeteld bij de 3-1 winst in het uitduel is de halve finale binnen. De slotfase gebruikt Groningtas om de score nog mooier te maken. Spekke. Die vindt Wessels. Een knappe combinatie met Tennekes, maar de poging van Wessels gaat over. Mollink maakt meters. Speelt Wessels aan. Meteen terugleggen op Mollink. Zijn poging is te zwak. De rebound is voor Velten, maar Van Doorn ligt de 5-3 in de weg. Toch komt de 5-3 nog wel. Van de Homberg haalt de bal nog van de lijn. Maar Spekke schiet weer van grote afstand raak. Ramalho zet de laatste aanval van de wedstrijd op. Velten met de actie. Ramalho is doorgelopen en kopt de voorzet van Velten op de lat. Hij krijgt nog een kans en nu is het wel raak. De verdediger die zelden scoort bepaalt de eindstand op 6-3. Groningtas viert het bereiken van de volgende nacompetitieronde. Daarin is het Gelderse De Bataven zaterdag de opponent.